Waarom bent u die procedure begonnen? Omdat ik me heel erg boos heb gemaakt over deze belasting. Het is heel oneerlijk als mensen meer belasting moeten betalen over iets wat ze niet hebben of niet krijgen. En met mij nog heel veel andere mensen. Ja, want u vertegenwoordigt 60.000 spaarders. Wat is dat voor groep mensen? Dat zijn eigenlijk hele spaarzame burgers. Gewoon hardwerkende Nederlanders. Mensen die kleine zelfstandigen. Mensen die misschien wel zelfs een letselschadeuitkering hebben gekregen. Die hun geld op een spaarrekening zetten omdat ze geen risico durven te nemen. Ze gaan het niet beleggen in aandelen. Ze kopen geen tweede woning. Dat kunnen ze überhaupt niet. Ze hebben het nodig als een appeltje voor de dorst. Voor het pensioen bijvoorbeeld. En dat is een hele grote groep mensen. Het zijn dus niet de allerrijksten met inderdaad meerdere huizen. Helemaal niet. Dat vond ik ook zo wonderlijk in de aankondiging. Je hebt het over rijke mensen. Nee, rijkere. Hebben we heel lang over gepraat. Ze hebben wat vermogen. Ja. Ze hebben vermogen, maar daar moeten mensen misschien nog wel 10, 20, 30 jaar van leven na een pensioen. Ja. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, waarom hadden ze het op een spaarrekening staan? Want dat levert toch niks op. Je kan het dan beter beleggen. Maar u zegt dus, dat durven ze niet. Je moet het maar durven, want als je het kwijt bent, wat heb je dan? En dan moet je nog heel lang. Ja.